Op 6 augustus 1945 werd de eerste atoombom in de geschiedenis afgeworpen op de Japanse stad Hiroshima. De atoombom verwoestte een groot deel van de stad. Maar waarom werd de atoombom afgeworpen? En wat waren de gevolgen daarvan? In deze video zoeken we dat uit. Om deze vraag te beantwoorden, moeten we terug naar 1941. Japan viel op 7 december 1941 de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor op Hawaï aan. De Verenigde Staten. Die tot dat moment officieel neutraal waren geweest in de oorlog, verklaarden door deze gebeurtenis de oorlog aan Japan. Tijdens de oorlog vochten de Amerikanen voornamelijk op zee tegen Japan. En tijdens deze oorlogshandelingen hadden de Amerikanen veel soldaten verloren. Een verovering van Japan zou die aantallen alleen maar verder verhogen. Dat wilde de Amerikaanse regering sowieso niet laten gebeuren. Zeker niet nadat de strijd in Europa in mei 1945 succesvol was afgerond en de naties waren verslagen. De enige manier om een langdurige invasie in Japan te voorkomen was het gebruiken van een allesvernietigend wapen, waardoor Japan zich zou overgeven. Dit allesvernietigend wapen was de atoombom. Al in 1938 hadden de Duitse wetenschappers ontdekt dat de uraniumatomen door neutronen konden worden gespleten. Hierdoor kwam er veel energie vrij. Als je deze energie in een bom zou kunnen verwerken, zou je een krachtig wapen in handen hebben. Deze ontdekking baarde veel mensen zorgen. Albert Einstein schreef daarom in augustus 1939 een brief aan Amerikaanse president Roosevelt om hem te waarschuwen dat de naties een atoombom aan het ontwikkelen waren. De Verenigde Staten en andere landen begonnen daarom snel daarna aan nucleaire onderzoeksprojecten. De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Canada bundelden hun krachten om nucleaire wapens te ontwikkelen voordat Nazi-Duitsland dat kon doen. Die bundeling van krachten leidde tot het Manhattan-project. Een grootschalig geheim onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma dat werd gefinancierd door de Amerikaanse regering en geleid door generaal Leslie Groves en de natuurkundige Robert Oppenheimer. De naam Manhattan Project was gekozen omdat de legereenheid die meewerkte aan het project in het Manhattan District in New York gevestigd was. Bijzonder was overigens dat, wel dat Einstein niet bij het project betrokken werd. De Amerikaanse veiligheidsdiensten vonden dat hij politiek te links georiënteerd was. En beschouwde Einstein als een te groot risico. Hoewel er heel veel wetenschappers bezig waren om een atoombom te maken, duurde het jaren voordat ze erin geslaagd waren om uranium te verrijken en voldoende raketten en bommen te bouwen. De Amerikaanse regering begon zich naarmate de Tweede Wereldoorlog opvorderde steeds meer zorgen te maken. Ze was bang dat Duitsland eerder een atoombom tot zijn beschikking had, en alles op alles werd daarom gezet om de atoombom als eerst in handen te krijgen. In juli 1945 was het dan zover. De Amerikanen hadden een atoombom in elkaar weten te zetten. Nu moest deze alleen nog worden getest. Onder de code naam Trinity gebeurde dat in de woestijn van New Mexico, zo'n 340 kilometer van Los Alamos. Het was de eerste keer dat wetenschappers een nucleair apparaat in een echte omgeving testen. Om exact half zes ochtends op 16 juli 1945 werd de atoombom tot ontploffing gebracht. De enorme ijzeren toren die ervoor gebouwd was, werd verzwolgen en het omliggende asfalt veranderde in groenzand. De lucht werd intens licht, de explosie veroorzaakte enorme knal en sterke hittevlagen gloeiden alle kanten op. De oranje vuurwal, die ontstond, steeg omhoog en verkleinde van onder om aan de bovenkant breder te worden in een paddenstoelachtige vorm. De kracht van de bom was zo groot dat op 190 kilometer afstand van de testplaats ramen barsten van de klap en het licht te zien was van zo'n 290 kilometer afstand. De bom creëerde een krater van ruim 7 meter diep met een diameter van ruim 360 meter. De test was geslaagd en de opluchting en het triomfantelijke gevoel groot. De Amerikaanse president Truman werd direct op de hoogte gebracht van dit succes. Harry Truman was de opvolger van Roosevelt, die op 12 april 1945 was overleden. Truman was erg blij met het nieuws over de atoombom en meldde tijdens de conferentie van Potsdam aan de Sovjetleiders Jozef Stalin dat hij een nieuw en krachtig wapen tot zijn beschikking had. Stalin, die dankzij Sovjet-spionage al voor Truman op de hoogte was dat de Amerikanen een atoomwapen ontwikkelden, moedigde Truman aan om alle mogelijke wapens te gebruiken om de oorlog zo snel mogelijk te beëindigen. Truman handelde nu snel. Op 26 juli stelde hij, samen met de leiders van de landen die tegen Japan vochten, te weten de Engelse pre premier Winston Churchill en de Chinese leider Chiang Kai-shek, de verklaring van Potsdam op. Belangrijkste punt uit deze verklaring was de eis dat Japan zich onvoorwaardelijk zou moeten overgeven, omdat het anders direct en totaal zou worden verwoest. Voor de Japanners was een onvoorwaardelijke overgave alleen onbespreekbaar, omdat zij bang waren dat de positie van de keizer, die als een god werd beschouwd, in gevaar zou komen. Japan ging dan ook niet akkoord. De Amerikanen zetten zodoende de voorbereidingen van de atoomaanval in gang. Op 6 augustus 1945 was het zover. De Amerikaanse B-29-bommenwerper met de naam Enola Gay steeg op om om kwart over acht ochtends de eerste atoombom in de geschiedenis genaamd Little Boy af te werpen boven de Japanse stad Hiroshima. De legerleiding had drie steden in het zuiden van Japan uitgekozen als mogelijk geschikt doelwit voor een atoomaanval, Hiroshima, Kokura en Nagasaki. Deze steden hadden namelijk zware industrie of militaire faciliteiten en waren nog niet gebombardeerd. Ook wel. Grote delen van de hoofdstad lagen al plat. Het weer bepaalde uiteindelijk dat Hiroshima als eerste doel werd uitgekozen. De atoombom werd aan een parachute vanuit het vliegtuig naar beneden gegooid om de B-29-bemanning voldoende tijd te geven om weg te komen. Op ongeveer 580 meter boven de grond, midden in de lucht, werd de bom in werking gezet. De explosie was enorm en creëerde een intense vuurbal die een temperatuur bereikte van miljoenen graden Celsius. En dit veroorzaakte een enorme drukgolf en hitte die gebouwen verwoestte, branden veroorzaakte en mensen verbrandde op de grote afstanden van de explosieplaats. Little Boy doodde naar waarschatting 80.000 mensen onmiddellijk en nog eens tienduizenden mensen later aan de gevolgen van de straling. Hoewel de gevolgen dramatisch waren, gaf de Japanse regering zich niet over. En daarom gooiden de Amerikanen drie dagen later op 9 augustus 1945 een tweede atoombom met de naam Fat Man boven de stad Nagasaki. Deze bom doodde 40.000 mensen door de ontploffing en nog eens 10.000 in de weken en maanden erna. Op 15 augustus 1945 gaf Japan zich uiteindelijk over. Uit documenten die de laatste jaren bekend zijn geworden lijkt het erop dat niet de atoombommen Japan op de knieën hebben gekregen, maar de oorlogsverklaring van de Sovjet-Unie aan Japan op 8 augustus 1945. De Japanse regering wilde via bemiddeling door de Russen, die tot die tijd neutraal waren geweest, tot een wapenstilstand met de VS komen. Maar toen de Sovjet-Unie mee ging doen aan de oorlog in het Verre Oosten, viel dat plan in duigen en was alle hoop verloren. Hoe dan ook, de atoombom op Hiroshima had een ongekende impact op de mensheid en vormde een keerpunt in de geschiedenis. Het leidde tot een groter bewustzijn van de verwoestende kracht van nucleaire wapens en zette aan tot discussies over het ethiek en het streven naar vreedzame oplossingen voor internationale conflicten. Veel mensen zien het inzetten van de atoombom in de Tweede Wereldoorlog als een oorlogsmisdaad. De Amerikanen wilden in ieder geval aan de wereld en de Sovjet-Unie in het bijzonder laten zien dat zij beschikten over het meest krachtige wapen in de wereld. In de tijd dat spanningen tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie opliepen, was dat een prettige constatering voor hen.